Good morning, good morning, good morning. Het is dag 6 van deze live sessies achter elkaar. En dit is de tweede week. Zoals gezegd heb ik gezegd dat ik elke dag live ging van maandag tot en met vrijdag. En dit keer gaan we het hebben: hoe zet ik een online business op? Nou, ondertussen wel wat mensen binnendruppelen. Hi Peter, leuk dat je er bent. En we gaan zo heerlijk beginnen. Ik ga even dit nog wat rechter zetten. Ik zie al wat ik mis. Er zijn nog wat boekjes aan de onderkant. Wacht even, even improviseren voordat iedereen binnenkomt. Want ik zit een beetje laag met mijn computer. Dus oeps, jongens. Dus we gaan het hebben van... over vandaag met de hele Instagram Live en Facebook Live. Welkom iedereen die kijkt. Hoe ga ik mijn business nou online opzetten? Want gisteren hebben we het gehad natuurlijk over... zichtbaarheid. Zichtbaarheid, hoe word je nou zichtbaar? En bijvoorbeeld Peter had daar wat vragen ook over. Hij zei, welke materialen heb ik nou nodig om bijvoorbeeld een video te maken of om bijvoorbeeld live te gaan, natuurlijk, wat wij nu ook aan het doen zijn. Daar heb je een bepaalde stick voor nodig, een iClip. En ik werk zelf, als ik video's opneem voor YouTube, dan doe ik dat ook nog met een staander en een lamp. Nou, we gaan daar heel veel over vertellen, daar heb ik een speciale training voor ontwikkeld en ik vertel daar ook heel veel over op in de masterclass 4 april. 10 uur, dus zorg ervoor dat je daarbij bent. Hey Hanneke, leuk dat jij kijkt. En hier komen de mensen ook binnen druppelen. We gaan het vandaag hebben, hoe zet ik een online business op? En Peter, Hanneke, Cristiano, Ninette, laat me even weten, welke vraag zou jij hebben over... hoe zet je online een business op? Wat vind jij daarbij de uitdaging? Wat vind je spannend? Wat denk je dat je niet weet waarom jij dat nog niet zou kunnen? Daar zou ik heel graag wat interactie met jullie willen. Geef even wat antwoorden. Ik heb natuurlijk zelf wat dingetjes opgeschreven waar ik denk waar jullie tegenaan lopen. En ik heb ook die vragen ook al wel gehad. Dus maar geef even wat interactie. Laat even weten... waar loop jij, denk je, tegenaan als je een business online hebt? Want we hebben natuurlijk gehoord dat we tot 1 juni niet in groepen bijeen mogen komen. Nou, heel veel mensen houden natuurlijk events. En ik kan me voorstellen, hoe hou je nu toch dan je event? Hoe ga je dat aanpakken? Hey, Finty, Ilse, leuk dat je kijkt. Finty, jij kijkt voor de eerste keer, heb ik gezien. Elke werkdag ben ik live van 10 tot 11 en kan je me vragen stellen over je business, waar er moeten is. Corine is er, Ria is er, Chanel is er. Dus stel me even een vraag. Even topic van vandaag is, hoe zet ik een online business op? Ik heb geen idee. Dus je hebt een uitdaging. Geef me even wat comments hier beneden. En geef even aan wat jouw uitdaging is op dit moment. Om je business vlot te krijgen op online. Of je misschien nog wel helemaal geen business online. En heb je geen idee waar je zou moeten starten. Dus laat me dat eens even weten. En geef even comments. Corine, Ria, Chanel, Hanneke, Peter, Ilse, Cristiano... even wat weten, want hoe meer interactie wij met elkaar hebben, hoe beter dat is voor jouw business, want daar gaat het uiteindelijk om. Hey Jennifer, leuk dat je kijkt. Even kijken, Hanneke zegt, afgezien van het technische deel, de big issue, hoe krijg ik naamsbekendheid? Hi, good morning Frauke, naamsbekendheid. Dus eigenlijk is de vraag, Hanneke, hoe krijg ik uiteindelijk klanten naar mijn website of naar mijn webshop? Hey Cooking, leuk dat je er bent. Good morning Jennifer, darling. Even Laura, leuk dat je kijkt. Lang niet gesproken, Laura. En Roen is er ook. Vragen stellen graag in de chat.
Wat is op dit moment je probleem met een online business opzetten? Ik heb net van Hanneke al vernomen dat ze zegt: hoe krijg ik meer naamsbekendheid? En die ga ik heel goed begrijpen. Want hoe krijg je uiteindelijk mensen naar je website? Hoe krijg je mensen zover natuurlijk dat jij klanten kan helpen? En Corine zegt: het gevoel dat het technisch moet zijn. Dan gaan we het ook nog even over een stukje techniek hebben natuurlijk. En dan gaan we het daar ook over hebben. Hebben andere mensen nog andere uitdagingen? Zegt social media. Ik ga hem even opschrijven. Social media, e-mail, website, video, adverteren. Waar begin ik? Nou, dit is denk ik precies ook wel een beetje wat andere mensen ook zeggen. Wat moet ik doen en waar start ik? Want het is overwhelmend wat er natuurlijk gaande is op dit moment online natuurlijk. En er gebeurt natuurlijk ook heel veel online. En dan denk je van, wat moet ik nu doen? Het is zo, dus als eerste wil ik je als tip meegeven. Jongens, ik doe twee dingen tegelijk. Dus ik kijk af en toe hier in de camera en af en toe hier in de camera. Dus vandaar dat ik je misschien niet helemaal aanspreek. Niet de bedoeling, maar ik kijk ook met de teksten mee. Dus ik doe eigenlijk op dit moment drie dingen tegelijk. Eén ding wat je al sowieso niet moet doen. Kijk niet naar anderen. Dus zorg ervoor dat je niet te veel gaat checken bij anderen wat die aan het doen zijn. Alleen als je in een inspiratieochtend zit. Dus dat wil ik je al meegeven. Als je anderen gaat kijken, dan gaat dat jou mega veel onrust geven. En we zijn al onrustig, we zijn angstig. We hebben gisteren gehoord dat in ieder geval al heel veel zaken tot 1 juni zijn, zeg maar even, besloten. En ik wil je daar nog één ding over zeggen, jongens. Als het goed gaat en wij ons allemaal aan de afspraken houden, dan zeg maar even, kan het ook weer eerder dan 1 juni allemaal afgelopen zijn. Dus laten we niet heel negatief zijn. Zij gaan maatregelen vooruit nemen. Het belangrijkste is dat je nu ziet dat dat natuurlijk dan kansen geeft voor jouw organisatie. Jij bent waarschijnlijk altijd offline aan het werk geweest en nu zie je dat online een must is. Nou, het gaat altijd over offline en online ondernemen. Het gaat nooit over één ding, want uiteindelijk willen we ook allemaal 1-op-1 contacten hebben. Dat vinden we super fijn, want we zijn mensen en we zijn sociaal, maar nu is dat even niet. En vandaar dat het belangrijk is dat nu het moment is, en dat was al een hele tijd voor heel veel mensen, ik ben daar al echt sinds, ik denk 2000 mee bezig om mijn business online te zetten. Ik had eerst Fashion Solution, dat was echt een werving- en selectiebureau. Natuurlijk spraken we mensen zo, maar dat was echt een online business en daar had ik 75.000 mensen zeg maar even in mijn database zetten. En dat zegt het al. 75.000 mensen in de database. Dus mijn vraag aan jou is: wie heeft er een database? Wie heeft zijn lijsten, zijn klanten in een lijn? Kan je me even wat laten weten? Hey Peter en Birgit, leuk dat jullie kijken. Wie kan te weten wie zijn klanten in een database heeft staan? Nou, ik weet dat Peter natuurlijk zijn klanten in een database heeft staan, want daar ben ik ooit mee begonnen. Maar wie heeft nu nog niet zijn klanten in een e-maillijst staan? Oké, Ninette heeft het niet. Jennifer heeft het net opgezet, want daar hebben we het vorige week over gehad. Vrouwke, Jep, heeft het ook. Super. Dus het allerbelangrijkste om online te beginnen is natuurlijk te gaan communiceren met je klant. Als je niet communiceert met je klant, dan weet ze niet dat jij bestaat. Dus daar is de start van een online bedrijf. Een online bedrijf betekent niet direct hebben. Dat vind ik namelijk pure onzin. En Peter heeft het in Mailchimp zitten. Peter, ga eens kijken naar Mailblue. Als je daar meer van wil weten, dan kan je eventjes met Daisy bijvoorbeeld contact opnemen. Wij werken met Mailblue, omdat daar veel betere targeting is, zeg maar even, en tags mee te geven zijn in een e-mailsysteem. Maar voor degene die nog niet weten waar ik het over heb, werken 1-op-1. En die hebben van spreken nog een kaartenbak waar ze mee werken. Of ze hebben gewoon dat in hun telefoon staan. Of ze hebben gewoon ergens een lijstje. Of ze hebben alleen maar hun facturen waar een naam op staat. Allereerste stap die je gaat nemen is zorgen dat jouw klanten in een
lijst komt te staan. En dan wel in een Excel-lijst. Want uiteindelijk willen we die Excel-lijst importeren in het programma als MailChimp of als MailBlue. Omdat we ze dan geautomatiseerd kunnen gaan mailen. Wat denk je, toen ik 75.000 mensen had in mijn systeem, die kon ik niet allemaal apart mailen. Dus dat deden we uiteindelijk. Ik doe even vrij erin. Dat deden we allemaal via, ik moet hier ook even batterij erin doen, anders dan ben ik jullie dadelijk kwijt. Even wachten. Ik heb het niet goed voorbereid. Oeps. Dus uiteindelijk zorg je ervoor dat het in een Excel komt te staan. En Corine zegt, ik heb geen klantendatabase. Nee. Dus je gaat dat in een Excel-lijst zetten. Heb je dat niet in Excel, dan zorg je dat je dat in Google Docs zet. Precies hetzelfde als Excel. Ja? En je maakt één lijst met een achternaam en e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Dat komt allemaal los te staan. Want uiteindelijk willen we die dadelijk in een e-mail, zeg maar, systeem zetten. En MailBlue is zo'n e-mailsysteem waar wij mee werken. Dus als je meer over e-mail, MailBlue wil weten, stel dan even vragen. Mag later ook naar francina@masteryourbusinessmoves.nl. Dan gaan we je daar alles over uitleggen. In zo'n systeem kan je klantenlijsten maken. Dus ik noem maar even klantenlijst, weet ik veel, blauw, klantenlijst groen, klantenlijst dit. Wij hebben bijvoorbeeld een klantenlijst met goldleden, we hebben een klantenlijst met zilverleden, we hebben een klantenlijst met 1-op-1, dus mijn VIP-klanten. En we hebben bijvoorbeeld een klantenlijst die op de events komt, we hebben een klantenlijst die mensen die iets hebben gedownload van de website. En zo kan je je klanten geven en heel gericht, zeg maar eventjes, uiteindelijk je klanten aanspreken. Ja? Heel veel mensen hebben een zo'n MailBlue of een MailChimp, maar gaan dus niet met die targeting aan de slag. Klanten vinden het irritant dat, oh, ik krijg even een telefoontje tussendoor, heb ik uitgezet. Klanten vinden het irritant, oh, waar zijn jullie? Hops, oh, daar ging van alles mis, want ik kreeg een telefoontje en er verschoof van alles. Klanten vinden het super irritant dat jij niet gericht op hun zou mailen. Dus hoe beter wij de klant aanspreken, hoe meer we in hun pijn zitten, hoe betere oplossing we aan hun aandragen, hoe meer ze geneigd zijn natuurlijk om die e-mail te openen. Dus de allereerste stap om online een business op te zetten, betekent dus gewoon dat jij je klantenlijst gaat aanzetten, opzetten. En uiteindelijk is het belangrijk dat die klantenlijst gaat groeien. En dat kan online, daar gaan we het zo over hebben, maar dat is eerst ook offline. Ga nou eens met jezelf en ga eens kijken wie staat nou in jouw telefoon, wie staat in jouw WhatsApp, met wie heb je contact. En ik daag jou uit, ik daag je uit Ed en ik daag je uit Yvette, Monique, Corine, Peter, Vrouwke, Helene, ik daag iedereen uit die nu kijkt, om minimaal 100 tot 150 mensen op te schrijven die jij kent. Gewoon uit je omgeving. Hoef je niks voor te doen. En dan hoef je nog niemand via online te kennen. Maar die ken je via jouw omgeving. Want jouw eerste omgeving, jouw eerste ring, jouw interne ring, is altijd, zeg maar even, je eerste klanten. Want die kennen je al, die weten wat je zegt, hoe je doet, wat je voelt, wat je interesse is, wat je intrinsieke, zeg maar, drijfveren zijn. En dat is, zeg maar even, waar je gaat beginnen. Dus schrijf die 100, 150, weet je er meer? Prima, doe je er meer. Maar ik wil je echt uitdagen om tot 100 te komen. Want als je die 100 op gaat schrijven, of 150 gaat schrijven, dan kan je ook al die 150 mensen daadwerkelijk uiteindelijk in die klantenlijst zetten. Ze mogen zich ook natuurlijk nog afmelden, maar je kan met hun in ieder geval allerlei vragen gaan stellen over jouw product of over jouw diensten. En een klantenlijst opzetten in MailBlue bijvoorbeeld, dat doe je stapje voor stapje voor stapje voor stapje. En daar heb je natuurlijk ook nog andere technieken voor. En de zogenaamde weggever of de freebie. En daar ga ik het zo even over hebben, want ik heb hem opgeschreven.
Belangrijk is dat je dus als eerste stap voor een online business zorgt dat je een lijst maakt met klanten. Die lijst met klanten, die kan Facebook niet van je afpakken, die kan zeg maar Instagram niet van je afpakken. En wat ik gisteren al vertelde, hè, social media is om social te zijn, is om jezelf te laten leren kennen en te ruiken, proeven, voelen. Het gaat namelijk om kennismaking. Het gaat hier niet om verkoop. Het gaat echt om te laten zien wie je bent, wat je doet, wat je toegevoegde waarde is en wat je allemaal zeg maar eventjes te geven hebt aan de wereld. Dat doe je op social media. Het heet voor niets social media. Het is verbinden. En je kan het ook heel erg als PR gebruiken natuurlijk. Maar het is geen verkoopkanaal. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Ja? Het is hier dus ruiken, proeven, voelen. 80% ga je hier op social media geven. 20% mag je een keer zeggen, ik verkoop iets. Ja? Maar als je natuurlijk gewoon de klantenlijst aan gaat schrijven, en dat kan je wekelijks doen, dat kan je om de week doen, dat kan je één keer in de maand doen, dat is de keuze die jij kan hebben natuurlijk, dat mag je zelf bepalen. Dan kan je natuurlijk een toegevoegde waarde in de e-mail geven, een soort inspiratiebrief. Maar uiteindelijk kan je daar ook een call to action hebben natuurlijk met wat jij aan het doen bent. En wat jouw zeg maar waarde is of wat jouw dienst of jouw product is. Vanuit die e-maillijst verkoop je 80% van je omzet. Dus 80% wordt niet direct verkocht via Instagram. Sommige mensen zullen dat doen, maar geloof mij, dat is één grote aanging. Hè? En die grote uitdaging. Niet iedereen kan dat. Niet iedereen heeft dezelfde techniek nodig. Dus als iemand zegt, ja, ik krijg al mijn klanten uit Instagram, ik zou me daar dan eventjes over op een kopje draaien, krabbelen, want dat zijn echt mega uitzonderingen. Klanten krijg je door waarde te geven en die waarde geef je eerst op de website, of op je Facebookpagina, zeg maar even bedrijfspagina. Of je geeft waarde hier op social media. Dus daar moet je een plan voor hebben. En uiteindelijk kan je zeg maar even mensen en dingen laten downloaden van jouw website. Dus als je een website hebt, dan zorg je ervoor dat er een zogenaamde downloadpagina komt met een weggever. Met een gratis informatieding. En dat moet echt waardevol zijn. Ik zie bij heel veel mensen echt waardeloze weggevers. En wat is nou een weggever? Een weggever is zeg maar even een e-book of een webinar. Of het is een checklist of het is een filmpje. Of het kan van alles zijn waar de klant al zeg maar het iets kan downloaden. En in ruil daarvoor geeft hij of zij zijn e-mailadres. En uiteindelijk moeten die namen bij dat downloaden ergens in komen te staan. En dat doe je dus uiteindelijk in zo'n MailBlue systeem of MailChimp systeem. Daar heb je een bepaalde technisch dingetje voor. Dat zet je op de website, dat heet een API. Niet zo spannend. Maar kan je dat nou niet? Heb je daar hulp bij nodig? Dan kan je altijd mijn online marketing inzetten. Dus dat zou kunnen. Wij hebben een team die dat doet voor klanten als je dat nodig vindt. En anders doe je dat natuurlijk gewoon zelf. Dus zorg ervoor dat die API op jouw website komt te staan. En noem het geen nieuwsbrief. Noem het inspiratie. Noem het een liefdesbrief of whatever. Maar ga geen nieuwsbrief gebruiken, want ik vind dat echt ouderwetse shit. Ja? Volgens mij staat er bij mijn website helemaal geen nieuwsbrief. Dus ik doe alles via, zeg maar even, downloads. Bij mij op de website, ga naar mijn website, naar masteryourbusinessmoves.nl en dan zie je een website met allerlei e-books. En ik heb daar volgens mij 4, 5 e-books staan. Ik heb alles er nu opgeknald voor iedereen met gratis informatie. Ik heb een strategie en planning bijvoorbeeld, waar ik met echt heel veel waarde hoe je strategie en planning kan maken. Ik heb ook een e-book waar je 50 tools hebt, hoe je verder je online business kan neerzetten en remote kan werken. Ik heb een e-book over plannen. Ik heb nog 2 e-books. Dus zorg ervoor dat je zeg maar even waarde gaat leveren aan je klanten. Hi Harry, ook jij kan even je klanten inspireren om een download op je website te zetten. Die gratis download, die zorgt er dus voor, dus uiteindelijk dat die klanten in jouw e-maillijst komen. En dan
kan je zeg maar even die klanten ook daadwerkelijk gaan e-mailen en vragen gaan stellen. Want het meest intieme plekje op deze wereld is namelijk de e-mailbox van jouw klant. Want wie komt er in de e-mailbox van zijn klant? Alleen de klant. Ik kan je vertellen dat mijn man niet in mijn e-mailbox komt, want dat is mijn privébox. Dus wat dat betreft is het mega intiem dat jij daar binnen zou mogen komen. Dus wees je bewust dat je echt, als je zo'n weggever maakt, dat het mega, mega, mega waardevol moet zijn. Ja? Zo kan je maken als video. Dus je kan een video maken, maar je kan ook een e-book maken. Wat ik al net zei. Of een checklist. Of nou, whatever you want natuurlijk. Het kan dus, of je kan recepten weggeven, of iemand niet wat hier iedereen zijn dingen is. Laat eens weten, wie heeft er een weggever? Kan je me dat even laten weten? Kunnen jullie me even actief meedoen? Wie heeft er hier een weggever en wat voor weggever heb je dan? Laat me dat even weten. Of een freebie, of hoe je dat wil noemen. Laat me even weten, wat voor weggever heb je? En inspireer even anderen om zo'n weggever ook dan te maken. Ja, dus die weggever uiteindelijk, die kan je promoten op social media, dat je zeg maar uiteindelijk iets weggeeft, dat je iets van waarde weggeeft. En uiteindelijk, als je ziet dat daarop gereageerd gaat worden, zou ik zeggen, zet er een Facebook-ad op. Want die Facebook-ad, die kostte op dit moment geen ene drol. Dus jongens, op mijn Facebook-weg, Vrouwke heeft geen weggever. Jongens, zorg ervoor, Vrouwke, dat je een weggever hebt. Even afspraak met jou, iedereen die reageert, even hier. Ik wil einde van de week een weggever in mijn box hebben, zodat ik zou kunnen controleren dat je het ook echt gaat doen. Ik ben nu de business coach en ik ga je accountable houden. Nu is de tijd om dat te doen. Jennifer heeft geen weggever. What the fuck? Ik werk aan een weggever met tips hoe ouderen thuis aan hun kinderen kunnen, met hun kinderen kunnen dansen. Ook Jennifer voor jou. Vrijdag in mijn e-mailbox. Francina@masteryourbusinessmoves. Jij weet het natuurlijk wel.nl. Stuur je de weggever, want ik wil hem zien. Ik wil jullie accountable houden. En Peter zegt alleen basisrecept. Pikkelpers. Nou Peter, ik zou zeggen, voor jou kan ik me voorstellen dat er minimaal een weggever komt met drie recepten, waar je iemand ook inspireert, want je mag meer weggeven dan jij denkt. Ik geef hier nu, jongens, 4-5 weken zit ik dadelijk hier elke dag van 10 tot 11 mijn kennis nu gratis aan jullie weg te geven. En dit soort dingen doe ik normaal echt gesproken met klanten en daar betalen ze vet voor en nu geef ik dit weg. Dus zorg ervoor dat je hier gebruik van maakt. Dit is nu ook mijn weggever, bij wijze van spreken. En sta je dus nog niet op mijn e-maillijst? Laat het weten, want ik stuur vandaag een mail eruit met 5 hele concrete tips hoe je je business verder kan neerzetten in deze tijd. Dus laat me dan ook even een mail achter, Francina@masteryourbusinessmoves.nl. Dus de weggever is super belangrijk om daarmee te beginnen, Vrouwke. Jij vroeg, waar start ik? Nou, je start er natuurlijk mee, dus dat er een API komt van die Mailblue op jouw website. Uiteindelijk ga je die weggever daaraan verbinden. En als mensen dat downloaden, dan zeg maar even komen ze in je lijst te staan. Nou, hoe krijg je nu natuurlijk nog meer mensen op die weggever? Want dat zou je willen weten. Je hebt namelijk mensen naar die website te krijgen. Je hebt mensen naar die weggever te krijgen. Je wil die klanten, die latente klanten die geïnteresseerd kunnen zijn, die wil je natuurlijk aanspreken. Nou, dat kan op verschillende manieren. Daar kunnen we social media voor inzetten. Want dat is waarom je constant zichtbaar moet zijn. Daar heb ik het gisteren over met je gehad. Zichtbaar zijn is opkomen draven, laten zien dat je er bent, consequent zijn, je boodschap, de story, elke keer maar weer vertellen. En laten zien dat jij aanwezig bent en dat jij weet waar je het over hebt. Je het zelf mee het leidend voorwerp was met een lange ei en uiteindelijk het leidend voorwerp ben geworden met een korte ei. Ja, dus uiteindelijk daar is waar zeg maar even mensen gaan hier naar kijken. Ook als ik er niet ben, is dit mijn evergreen geworden. Waarbij mensen gaan kijken, hé, wat doet die vrouw eigenlijk? Wat praat ze? Vind ik haar wel fijn? Ze is nogal opdringend. Het is niet mijn type. Of, oh wauw, ze zit me achter de broek aan. Ik vind dat fijn. Ze trekt me aan mijn haar.
En ze laat er geen gras op groeien en ze heeft haar op haar tanden. En wel gekamd, jongens. Dus zorg ervoor dat je natuurlijk ook met mensen omgaat die jou verder gaan helpen. Die jou de volgende plek in, zeg maar even, het in de universe gaan neerzetten. En we hebben natuurlijk nu een uitdaging, want iedereen gaat online. Maar jongens, let erop. Iedereen gaat online en iedereen is er nu mee bezig. Maar 80% zit niet door. Want daar is de lack of de ondernemer 9 van de 10 keer. Geen doorzettingsvermogen. Hij laat het daarbij zitten. Dus als jij bij die 20% hoort die wel met zijn business aan de gang wil, die wel online nu wil doorzetten en die weet dat het nu ook moeilijk is, maar wel die stap wil zetten, dan ga je nu online en zorg je dat die organisatie ook online klaar is, ook after corona. En dan zorg je dat je een evergreen maakt. En een evergreen is iets wat everlasts. En iets wat everlasts, hè, dus is een weggever die je aan je klanten kan laten zien en die je kan meegeven aan die klanten, omdat dat toegevoegde waarde is, omdat ze dan al een eerste oplossing hebben met, zeg maar eventjes, hun probleem. En je kan nooit te veel waarde weggeven, je kan nooit te veel informatie weggeven, want mensen houden van leiders en mensen houden van begeleid te worden, want zijn heel vaak onzeker. Waarom zijn hier een aantal mensen elke dag constant aan het kijken? Omdat ze, zeg maar, geprikkeld worden en geprikkeld willen worden. Ja, daarmee breng ik ze op dit moment van A naar B. Dus niet alleen maar een basisrecept, geef veel meer waarde weg. En zeker in deze tijd, want uiteindelijk, Peter, bijvoorbeeld voor jou, speciaal voor jou, komen ze naar jou, ze dadelijk naar jouw workshops. Dat kan je nu niet natuurlijk live geven, maar wie zegt dat er niet een workshop online gegeven kan worden? Want daar heb je nog niet over nagedacht. Ik vind het ongelooflijk dat jij nog geen online live lessen hebt. Je kan nu de mensen die allemaal hebben ingeschreven, kan jij prima voordoen online een workshop koken en een workshop pikkelen. Want dat kan jij. Hoe vet is dat? Dan hoeven ze het niet zelf te doen. En dan geef je daar misschien een andere prijs aan. Maar zorg ervoor dat je het echt gaat doen online. En dan kan je gewoon een live sessie geven. Ik heb afgelopen zaterdag ook een live sessie gehad met mijn cold groep, met mijn leden die ik begeleid. Dus super belangrijk dat je gewoon mensen blijft inspireren en dat je het gaat uitproberen. Bij mij gaat er net ook iets fout. Ik sloeg ergens op of ik drukte ergens op, er wordt gebeld en ik ga weer verder. We zijn allemaal mensen, we zitten in de beginfase. Ja? Dus zorg ervoor dus dat er een weggever komt op je website met een Mailblue of een Mailchimp daarachter. Zorg dat jij die 100 tot 150 mensen gaat opschrijven op die lijst. Ga ze informeren, inspireren, vraag of je ze een mail mag sturen bij wijze van spreken. En uiteindelijk ga je dus mensen naar die website trekken. Daar gaat het om. Ja, vrouwke, want jij vroeg, wat is de volgorde? Dit is de volgorde. De volgorde is dus dat je dan informatie gaat geven op natuurlijk social media. Want daar gingen ze ruiken, proeven, voeden. En hoe ga je dan mensen aantrekken verder? Nou, als je latente mensen wil aanspreken, hè, dan doe je dat via gratis social media. Dat kost enorm veel tijd. Geloof mij, content maken is een van de meest belangrijke dingen die je zeker moet doen voor je. Maar het kost ook mega veel tijd. Ja, dus uiteindelijk is het super belangrijk dat jij ook uiteindelijk op een keer gaat adverteren. Hè? Google is God en daarna komt Facebook. En Facebook op dit moment. Kost helemaal geen drol. Dus ga op dit moment adverteren op Facebook. Wij zijn ook aan het adverteren voor ons webinar op 4 april van 10 tot 12. We gaan social media trends delen en marketing trends delen 2020. Wat we hebben gezien in San Diego. We hebben daar nu een advertentie op staan en het kost geen ene drol. Dus zorg ervoor dat je dat je volgende fase is.
Als je dan dat hebt neergezet, dan ga je dus mensen trekken naar die weggever of naar deze live sessie of naar die video of wat je dan ook weg te geven hebt. Mensen hebben eerst kennis met je te maken en dat kennismakingproces duurt best wel lang. Het is niet zo dat jij, als jij mij nu één keer ziet, dat je denkt, hey, ik ga wat kopen bij die vrouw. Nee, dat vind ik echt een leuke vrouw. Nee, soms duurt dat wel, zeg maar even een jaar. Soms duurt dat wel 2 jaar. Ik heb klanten, daar heb ik 30 minuten sessies mee gehad. Gratis 30 minuten sessies gehad. En uiteindelijk komen ze pas 2 jaar later in mijn cold, zeg maar even, te zitten. En dat is helemaal geen probleem. Mensen moeten namelijk ook aan je wennen. Mensen moeten klaar zijn dat ze dat met jou gaan doen. Dus zorg ervoor dat je dus ook een productenpiramide gaat opzetten met een heel duur product, wat jouw topproduct is, jouw 1-op-1 product, en waar daaronder verschillende andere producten. Zorg ervoor dat die productenpiramide logica heeft, zodat mensen ook bewijs van spreken lager kunnen instappen om bijvoorbeeld te ruiken, proeven, voelen. Nou, en als jij naar jezelf kijkt, vrouwke, bedoel, kijk, wij hebben bijvoorbeeld, de freebie was het 30 minuten gesprek. Daar heb je gratis met mij een gesprek gehad. Je hebt uiteindelijk mij nu 1000 keer live gezien of de live gevolgd. En uiteindelijk ben je ingestapt in de online training om bijvoorbeeld video's te maken en de content planner te maken. En dus je hebt een lage opstap genomen, terwijl je eigenlijk misschien wel ook 1-op-1 training zou willen hebben van mij. Maar je wil eerst ruiken, proeven, voelen. Je wil kennis maken met iemand. En als je kennis wil maken met iemand, dan doe je dat op deze manier. En het kan zijn, we hebben nu dus crisis. Mensen gaan dingen natuurlijk ook uitstellen. Waarschijnlijk gaan de prijzen naar beneden. Waarschijnlijk wordt de wereld weer anders. Nee, ik weet wel zeker dat de wereld anders wordt. En daarom heb jij juist nu je online business op te zetten. Dus als jij dus, zeg maar even, mensen naar je website wil hebben, dan doe je dat, zeg maar even, zonder kosten. Dat is, zeg maar, informatie delen via social media. En via een blog en via video. En dat is dus dat content maken waar we het constant over hebben. En die deel je op al jouw social media. En uiteindelijk kan je ook betaald klanten naar je toe trekken. Als je echt wil groeien met je bedrijf, als je echt stappen wil maken, dan zal je echt betaalde klanten moeten gaan vinden. Want het gaat niet alleen maar gratis. Zo zit de wereld niet in elkaar. Vroeger deden we een advertentie in de krant. Of vroeger deden we een advertentie of een flyer maken. Altijd bij klanten krijgen zit, zeg maar, ook een budget aan wat je hebt uit te geven. Bijvoorbeeld aan een banner maken of een event doen of whatever. Daar zit altijd kosten aan vast. Marketing is niet kosteloos. En uiteindelijk moet je natuurlijk goed gaan bedenken, hoeveel marketingbudget wil jij gaan inzetten voor uiteindelijk die klanten te raken en te verbinden. En dat is waarom uiteindelijk die storytelling zo belangrijk is. Want hoe meer je de juiste tekst schrijft en het juiste probleem aanraakt, hoe beter zij zich daarbij voelen en meer vertrouwen bij je krijgen. Ja, dus dat is, zeg maar, waarom die storytelling zo mega belangrijk is. Om dat goed te hebben, om ook die doelgroep heel veel duidelijker te hebben. Dus wie is uiteindelijk de doelgroep? Daar start het heel erg. En wie is uiteindelijk, wie ben jij en wat is je story? Wat is jouw why? Wat heb je ze te geven? En die content, die manier van schrijven, die laten we zien in al die social media. Ja, dus dit is de basis hoe je klanten krijgt. Ja, dus hebben we het gehad dus over social media, vrouwke. We hebben het gehad over e-mail. We hebben het gehad over je website. We hebben het gehad over video inzetten. Video inzetten, jongens, daar wil ik nog even op terugkomen. Video is hot. Iedereen is eigenlijk klaar met die stilstaande beelden. Iedereen wil namelijk echt een gevoel krijgen bij iedereen. Het betekent dus dat het mega belangrijk is dat je video gaat doen. Als je met je hoofd er niet op wil, zorg ervoor dat je een video maakt die met je producten zichtbaar zijn. Of dat je iets voordoet met je handen of wat dan ook. Je hoeft er niet met je hoofd op. Je hoeft dat niet te doen, net zoals ik nu doe. Maar je moet wel zorgen dat er mensen zijn die natuurlijk
wat jij wil verkopen, dat dat duidelijk is en dat jij daar informatie over levert. En dat ze dat kunnen zien op video. Dan hebben we korte video en we hebben lange video. En ik krijg vaak de vraag: is mijn video dan niet te lang? Wat denk jij hoe lang een video kan zijn, Vrouwke? Hoe lang denk je, Jennifer, hoe lang een video kan zijn? En Pim en Ed en Lichelle en Jan en Peter, hoe lang zou een video jullie? Want een video, wanneer ben je verveeld met een video? Als je een blog schrijft ook. Het ene blog lees je helemaal uit en lees je altijd uit omdat je weet dat diegene inspirerend is. Dus of die nou een lange blog of een korte blog heeft, je weet dat die persoon jou altijd waardevolle informatie geeft. En dat zo is dat bij video ook. Dus heel veel mensen kijken deze video na, bijvoorbeeld omdat ze nu niet de tijd hebben om deze video helemaal te zien. Maar als de video genoeg waarde heeft, kijken ze inderdaad, Jennifer, helemaal tot het eind. Het maakt niet uit hoe lang een video is, want ik doe dit een uur. Mijn man zegt tegen mij: is dat dan niet veel te lang? Nee, want ik heb hier interactie. Ik stel vragen. Mensen die het niet interessant vinden, die kunnen afhaken of dadelijk in de herhaling opnieuw kijken. He, dus wat dat betreft maakt de lengte van iets niet uit. En je moet bedenken, als je een blog schrijft en een blog heeft meer dan 2500 woorden, dan vindt Google jou geweldig. Want dan weet hij dat daar waarschijnlijk waardevolle informatie in staat. En niet alleen maar bla 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 bla. Want je had de tijd nodig en je had de informatie nodig om uit te leggen wat het doel was met dat product of met dat blog. Dus zorg ervoor dat je gaat testen, bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat je korte video's maakt en zorg ervoor dat je lange video's maakt. Nou, lange video's zetten wij bijvoorbeeld heel erg op ons YouTube-kanaal. Daar vind je allerlei lange video's. En daar zie je video's van een uur bijvoorbeeld. En korte video's zetten wij heel erg op bijvoorbeeld IGTV. Of die zetten we in onze stories. Of die kan je ook in TikTok gebruiken. Als je dat gebruikt, maar natuurlijk ook in LinkedIn of wat dan ook. Laten we dat niet vergeten. Dus kijken op welke vorm jouw klant zich bevindt. En ga daar communiceren. Want hoe krijg je nou online al die klanten? Hoe zet je nou online die verkoper door? Dat is door contact te maken waar jouw klant zich natuurlijk bevindt. En dat is voor iedere doelgroep anders. Dus zijn er nog meer uitdagingen? Peter, Marjolein, Pim, Ed, Els, Jennifer. Laat me even weten, Vrouwke, wat zijn nog meer op dit moment uitdagingen om jouw business dus online neer te zetten? Laat me even weten. He, want ik heb hier nog meer informatie. Ik kan het nog hebben over naamsbekendheid slash technisch. Dat waren ook twee vragen. Maar zijn er nog andere vragen op dit moment? Hoe zet je die business dan nu neer? Laat me weten wat jouw vraag is. En word even een beetje wakker. Interactie. Laat me even een vraag is. Volgens mij heb ik ontzettende vertraging. Dus laat me even weten. Technisch gezien, zeg maar even, heb je niet echt heel veel uitdaging. Als je echt helemaal niks weet natuurlijk van apps op je website plaatsen, dan moet je het ook daadwerkelijk echt uit handen geven. Nee, maar als je een beetje bij de hand bent, bedoel Jennifer, die is bij mij één op één. En Jennifer heeft alles zelf op dit moment geregeld met haar Mailblue, met haar lijsten opzetten, met de video maken. Wilde wel hier en daar wat tips hebben. En uiteindelijk belt ze dan Daisy om wat tips te krijgen hoe dat technisch te doen. Maar uiteindelijk kan je al die, zeg maar even, apps aan elkaar knopen en kan je uiteindelijk ook alles op je website aan elkaar knopen. Het gaat erom hoe zet je een online business op. Dat gaat er dus eigenlijk over hoe trek je klanten ook daarna naar je website om uiteindelijk daar kennis te maken en bijvoorbeeld met jou een 30 minuten gesprek te voeren of aan een webinar mee te doen of wat dan ook. Dus ga nadenken, hoe kan jij die klant op dit moment verder inspireren dan Peter bijvoorbeeld alleen maar één basisrecept. Pikkelpers. Daar is meer nodig om onder de aandacht te komen. Daar zijn echt video's voor nodig. Daar is echt bijvoorbeeld een checklist voor nodig. Daar is veel meer voor te geven. Mensen gaan, als je geen testimonials hebt,
niet zomaar bij je kopen. Dus dat is de volgende waar ik het heel graag over wil hebben. Als niemand op dit moment nog verder vragen heeft. Hoe? Wat gebeurt er nu? Kutje, kutje. Oh, even zien. Ja, daar ben ik weer. Oeh. Oh, daar ben ik weer. Jullie zagen even mijn keuken. Daar ging even wat fout op Instagram. Ik zit ergens aan. Je moet gewoon nergens aan zitten. Dat hebben we alweer gezien. Uiteindelijk, hoe krijgen klanten nog meer geloof in jou om bij jou te gaan kopen? Hoe ga je die echt online nog meer binnenhalen? En dat betekent dus dat er testimonials, social proof, op jouw website moet komen staan. Die social proof betekent dus dat klanten gaan vertellen over jou. Dus je gaat klanten inzetten om jou even te promoten en ook te vertellen en te ervaren hoe ze het, hè, hoe ze jou hebben ervaren, maar ook hoe ze bijvoorbeeld de dienst hebben ervaren. Als je naar mijn website kijkt, dan zie je dat wij op alle pagina's zoveel mogelijk testimonials hebben staan. En die testimonials kunnen geschreven zijn, dat kunnen ook video's zijn, dat kan geluid zijn, dat kan op verschillende manieren worden gedaan. Maar testimonials op dit moment super belangrijk. Heb je geen testimonials op je website staan? Dat betekent eigenlijk dat je tegen de klant zegt: ik ben niet betrouwbaar, want ik durf niemand over mij te laten praten. Want wat doe jij als jij, nou, in het verleden een reis ging boeken? Dan ging je heel vaak bij de sterretjes kijken en bij de comments kijken. Ik ging heel vaak bij Booking boeken en uiteindelijk wilde ik dan bijvoorbeeld weten: hoe is de kamer? Of hoe is de ervaring met het personeel? We kijken naar de sterren. We kijken wat zijn de comments. En vaak heeft iemand bijvoorbeeld een 4,5 of een 4,8 of wat dan ook. En dan wil ik weten, oké, wat zijn dan de comments? Wat vond iemand vervelend? Nou, bij mij is bijvoorbeeld als ik naar een hotel ga, als het gehoorig is en ik zie dat maar één keer staan, dan ga ik dus niet naar dat hotel. Want ik weet zeker dat ik daar last van heb en mijn man helemaal. Maar als er staat, ja, het ontbijt was niet zo spannend, ja, dat vind ik niet weer niet zo spannend, want dan denk ik, ja, dan ga ik wel ergens anders ontbijten. Testimonials zijn super belangrijk om op je website te krijgen. En dan heb ik het er niet over één en ik heb het er niet over twee, maar ik heb het echt over tientallen. Dus heb je op dit moment nog geen testimonials op je website staan, dan is nu de tijd op dit moment om die te gaan vragen. Ga die vragen aan je klanten en zorg ervoor dat die uiteindelijk op je website komen te staan. Want dat is de volgende stap, zeg maar even, hoe je klanten kan overtuigen om uiteindelijk ze, zeg maar even, bij je te laten kopen. En wie heeft er op dit moment nog geen testimonials op zijn website staan? Kan je me even laten weten? Jennifer, Casa di Bambini, Charlotte, Els, Lichelle, Jan, Ingrid, Peter, andere Peter, Pim, Marjolein, Ed. Kan je me laten weten wie heeft er op dit moment geen of wel testimonials erop staan? Ik hoor graag je reactie. Geef me even wat feedback. Heb je al testimonials staan? Ben erg benieuwd. Geef me een reactie. Super belangrijk is ook dat om te doen. Kijk even naar onze website masteryourbusinessmoves.nl. Ninette zeg maar ze liggen gelukkig klaar. Je hebt ze er dus nog niet op staan. Dus zorg ervoor, Ninette, dat je ze er deze week op gaat zetten. Super belangrijk om die overtuiging te krijgen. Als jij dadelijk weer kan fotograferen bij die klant, is dat je website en al je online producten zeker voor jou klaar moeten zijn. En Peter, niet op de website, wel op de bedrijfspagina. Maar waar gaan ze kopen, Peter? Dus zorg ervoor dat je die van de Facebook bedrijfspagina af gaat halen. En zorg ervoor dat je er een JPEG van maakt, een plaatje, en zet die ook op je website. Super belangrijk dat er testimonials komen. Als er geen testimonials zijn, haak dat ontzettend af. En één ander ding voor jou, Peter, want ik weet dat ik wel eens een keer bij jou ben geweest.
Je kan je klanten een mailtje sturen. Je hebt allemaal hun, zeg maar even, e-mailadres. En je kan ze allemaal vragen om een reactie en een testimonial. Mij kan je al in ieder geval aanschrijven. En zorg ervoor dat er minimaal 50 testimonials van de workshops op je bedrijfspagina staan. En dus dan komt er veel meer traffic en meer waardig. Leverancier als ondernemer, dat moet je echt gaan doen. En als je, zeg maar even, dan ook die testimonials hebt staan en je hebt uiteindelijk ook die lijst met klanten, dan is het de bedoeling dat je ze aanschrijft, die mensen, en inspireert, maar ook actief aangeeft wat je aan het doen bent. Dus als je dan een workshop hebt of je wil iets verkopen, Ninette, dan is het super belangrijk dat je dan zegt: ik ben dan en dan bijvoorbeeld vrij. Ik heb nog plek voor één klant om bijvoorbeeld fotografie te doen. Of Jennifer, ik ben nog vrij. Ik kan nu een 1-op-1 les geven, live bijvoorbeeld. Of Peter, ik ga een workshop geven met 5 mensen bijvoorbeeld via Facebook Live. Wie wil meedoen? Het is misschien nu een test. Ik heb nog een plekje. Dus je hebt die klanten ook aan te schrijven. Je hebt ook uiteindelijk te vragen om de opdracht. Ja, dus er is dus niet heel veel nodig om een online business op te zetten. Wil je uiteindelijk natuurlijk veel meer online trainingen, bijvoorbeeld, zeg maar even. Casa di Bambini heeft testimonials erop staan. Super, zorg ervoor dat er meer worden, zeg maar even. Dat wil ik je echt meegeven. Want er kunnen nooit genoeg testimonials zijn. Maar heb je bijvoorbeeld veel meer. Zeg maar even nu online dingen te doen. Ja, zorg ervoor dat je nu gaat testen. Je kan nu ook een event geven online. Een klein event kan je zeker online doen. Dit is ook een klein event waar we met een aantal mensen nu live zitten, zeg maar, te coachen en jij mij vragen kan stellen. Dus zorg ervoor dat je dat gaat doen. Super tof als dat, zeg maar even, hè, als je daarmee aan de slag gaat. Zorg ervoor dat je dan bijvoorbeeld even naar mijn website gaat, dat je daar bijvoorbeeld de freebie, de weggever, downloadt met de 50 apps die je inzet om bijvoorbeeld nu ook events te gaan doen en die of je events neer te zetten online. Hè? Of dat jij die freebie kan maken. Dat je ook alle, daar staan 50 tips, 50 apps die je kan inzetten om uiteindelijk je bedrijf meer online, zeg maar even, op te trekken. Voordat je dat gaat doen, zorg ervoor dat je die gaat downloaden. Zorg ervoor dat je wat je dagelijks deed in het dagelijks leven, dat je daar nu een online versie van gaat maken. En dat is een kwestie van echt gewoon doen en testen. En dan ga je het met 2 mensen testen van dichtbij kent. Maar ga het doen, daar gaat het eigenlijk om. Dus. Vind je dit nou nog steeds allemaal heel erg spannend? Vind je het nog steeds spannend om te doen? En denk je, ik zit dadelijk stil en ik zit dadelijk vast en ik weet het toch even niet. Dan ga je mij eventjes een mailtje sturen. Ja, dan ga je mij een mailtje sturen en dan zeg je: Francina, dit vind ik toch spannend. Hier, dit vind ik een uitdaging. Hier heb ik hulp bij nodig. En mocht je online hulp nodig hebben op marketinggebied, technisch marketinggebied, dan is het super belangrijk dat je die nu kan in, zeg maar even, zetten. En daar hebben wij verschillende mensen voor zitten. Dus daar kan je gebruik van maken. En dat gaat gewoon op uurtarief of daar hebben we bepaalde online bricks voor. Dus niks onduidelijk, super duidelijk. Maar maak gebruik ervan dat je nu online gaat komen. Ja? Stel je voor dat je hebt je weggever gemaakt, die website en die lijsten heb je gemaakt. Je hebt geadverteerd en je hebt de testimonials erop zitten. Je hebt klanten gevraagd of ze interesse hebben uiteindelijk in je product. En dan ga je verder met je bedrijf. Want je wil het dan gaan fine-tunen. Nou. Als je het wil gaan fine-tunen, waar kan je dan ook beginnen? Dat is uiteindelijk ook je website te controleren. Want we zien natuurlijk dat klanten naar de website getrokken moeten worden. Uiteindelijk is die website moet wel heel goed vindbaar zijn. En daar is het belangrijk dat je gaat kijken: hoe ziet de achterkant van mijn website op een gegeven moment eruit? Heb je gekeken naar je Google Analytics?
Ze komen daar. Hoeveel mensen kwamen daar eerst zonder bijvoorbeeld dat je een Facebook ad zet? En hoeveel mensen kwamen daar eerst zonder Google ad? En hoeveel mensen kwamen uiteindelijk om iets te downloaden? Hoeveel mensen gaan à la minuut weg? Hè? Hoeveel blijven er maar een milliseconde op je website? Dus als je daarna gaat kijken, dan moet je zijn in Google Analytics. En ga nou eens kijken wat er aan die achterkant van die weg gebeurt. Is dat een hele grote bucket met vol met gaten en klopt jouw website aan de achterkant van geen meter? En als die als jij niet, zeg maar even, die achterkant van die website niet op orde hebt, dan vloeit die klant zomaar van je website af. 98% van de bezoekers die op je website komen, die zijn zomaar weggevloeid zonder iets daar te doen. Dat betekent maar dat 2% iets op je website doet. En dat is een megakans. Dat betekent dat 98% geperfectioneerd kan worden. Moet je daar even over nadenken. Nou, als je dat zou kunnen verhogen naar 4-5%, dan ben je echt al een hele goede bink. En kan je dat verhogen naar 10%, dan heb je een rete goede website. Want mensen komen heel vaak kijken en niet kopen. Dat gaat hetzelfde natuurlijk als in een gewone winkel. Dus zorg ervoor dat jouw winkel online, jouw website online een webshop wordt. Dat ze gewoon ook gemotiveerd worden in een call to action om bij jou iets te downloaden of iets te kopen. En als de call to action er niet duidelijk staat in het design, ja, dan gaan ze niet op de knop drukken. Dus uiteindelijk Google Analytics, ga daarnaar kijken. Zorg ervoor dat je Facebook en Google Ads in gaat zetten. En uiteindelijk ga jouw website ook designtechnisch Google-proof maken. En ook klantproof maken. En uiteindelijk kan je dan gaan kijken aan die achterkant om het SEO-proof te maken. Oftewel Search Engine Optimization voor Google. Want als Google ziet dat jij daarmee bezig gaat, als jouw website zeg maar even geoptimaliseerd wordt voor Google en jij vraagt Google letterlijk om beter te indexeren, komen er natuurlijk ook meer klanten naar je website. En ik denk dat je dat heel vaak niet doet en dat je alleen maar bezig bent met social media. Maar ik denk dat het zo niet in elkaar zit. Klanten krijgen en online klanten krijgen is social media maar één onderdeel van. En uiteindelijk gaat het veel meer over veel meer lagen waar het over gaat. Dus klanten krijg je op verschillende lagen en daar heb je te perfectioneren. Als je denkt, shit man, ik heb nog niks aan SEO, Google Analytics. Website. We hebben daar een online training voor staan. En uiteindelijk, ik heb met iemand een deal gemaakt, die daar een specialist, die daar alles over vertelt. Ik doe dat niet eens zelf. Daar hebben we een specialist voor ingehuurd. En ook haar online trainingen zijn op dit moment maar €97. Dus we hebben alle trainingen voor iedereen, zoveel mogelijk, low profile gezet, zodat je echt geen moeite hebt om het te betalen. Dus als je dat dan zou willen en je denkt, shit, daar wil ik wel mee aan de slag, kan je de online training daar kopen en kan je daar op dit moment mee aan de slag. Dus zorg ervoor dat je met al deze tips mega je voordeel gaat doen. Want ik heb je nu verteld hoe je een online business goed zou kunnen opzetten. En ik kan er nog veel meer over vertellen, maar we hebben maar een uur. En ik vertel op dit moment nu de grote lijnen. Voor iedereen anders is dat natuurlijk altijd net even anders. En kan je net even ergens anders aantippen. Nou, wil je zeg maar 1-op-1 advies hebben? Vind je het spannend om toch die stap te zetten? Mag je me natuurlijk mailen en mag je me natuurlijk ook dingen vragen. Ik heb nog altijd mijn 30 minuten gratis gesprek. Dus schrijf je daar dan voor in en wie weet kan ik je daar helpen. Op dit moment ga de tips even op een rij. Zorg ervoor dat jij je eerste ring, zeg maar even, 100 mensen op jouw lijst laat staan. Jouw e-maillijst van de mensen die je kan aanschrijven. De dichtstbijzijnde mensen is je eerste, zeg maar eventjes, lijst waar je aan kan verkopen. Zorg ervoor daarna dat het in Mailblue komt te staan. Zorg er daarna, zeg maar eventjes, dat je een weggever maakt. Dat je die gaat wegzetten op je website. Zorg ervoor dat die lijst ook in Mailblue komt te staan. Zorg er dan voor dat je iedere week of
om de 2 weken. In ieder geval een nieuwsbrief, liefdesbrief, inspiratiebrief aan je klanten, aan je potentiële klanten gaat sturen. Zorg ervoor dat je met die, zeg maar, weggever gaat adverteren op Facebook. Het kost op dit moment geen ene drol, dus het zou zonde zijn als je daar niet mee aan de slag gaat. Zorg ervoor dat je ook actief naar je website gaat kijken. Zorg ervoor dat er testimonials op staat. Kijk naar de Google Analytics. Ga SEO maken en zorg ervoor dat de call to action staat op je site, zodat Google jouw site ook goed kan indexeren. En zorg ervoor dat je social media gaat gebruiken alleen maar om te ruiken, proeven en verbinden, zodat die klant naar jouw website getrokken gaat worden. En dat betekent dus dat je daar call to actions voor zal moeten inzetten. En daarmee zal je genoeg waardevolle informatie te hebben delen met de ander. Ik heb een hele lijst doorgelopen. Volgens mij heb ik ontzettend veel verteld over hoe je online een business opzet. Kijk je in de herhaling, dan mag je me nog vragen stellen. Dan mag je me ook natuurlijk hieronder vragen stellen. Je mag me ook vragen stellen op francina@masteryourbusinessmoves.nl. En ik help je aankomende 4 weken elke dag van 10 tot 11 om jouw business verder, zeg maar, even draaiend te houden. Want jongens, we zitten in een nieuwe tijd. Er wordt een voor-corona-tijd en er komt een na-corona-tijd. En als je nu niet gaat aanpassen, it is adjust or die. Dus dat wil ik je echt meegeven. En ik ben super optimistisch, want ik denk dat we nu door, zeg maar, even deze coronavirus, hoe vervelend het voor alle mensen ook is, maar wij als bedrijven komen in een bepaalde funnel terecht, wat power en wat geeft. En dat geeft ons nu de tijd om keihard aan die fucking business te werken en jou aan het werk te zetten. Want heel veel mensen denken dat klanten vanzelf komen. Klanten komen niet vanzelf. Die moet je aanspreken met de juiste tekst en met de juiste procedures. En ik hoop dat ik je vandaag weer gemotiveerd heb om ook vandaag aan de slag hiermee te gaan. Vragen, stel ze francina@masteryourbusinessmoves.nl. Zorg ervoor dat jij daar niet om te staan. Heb je technische vragen, wil je hulp hebben, dan kan je mijn technische online marketing team nu inzetten. Er zijn heel veel aanvragen, jongens, aan de achterkant. Dus we helpen op dit moment ontzettend veel mensen. Ga niet lopen kloten als je er echt niet uitkomt. Zorg ervoor dat je ondersteuning vraagt. En dan stuur ik even de prijslijst op die, zeg maar, even die je gewoon kan inzetten. Dan ga voor jou inplannen, want nu is de tijd om jouw business aan te scherpen, om, zeg maar, alles aan te zwengelen, om nu klaar te zijn, want er komt een tijd dat we gewoon weer naar buiten kunnen, we gewoon 1-op-1 ook klanten kunnen laten zien, maar je kan nu werken aan je evergreens, je kan nu werken aan je website, je kan nu werken aan de achterkant van je website en laat je niet van de wijs afbrengen dat je maar 1 product hebt, dat je daar je PR op wil zetten, of ga ook aan die website werken. Ga daarmee aan de slag. Zorg ervoor dat jij die bink bent die wel zich aan kan passen en die weet dat dit super belangrijk is. De wereld gaat anders worden. De wereld ligt vol kansen. Ze liggen aan onze voeten. Het is nu aan jou om die kans op te rapen. Ook pijn te lijden. Ik lijd ook op dit moment pijn. We lijden allemaal pijn. Ik bedoel, het gaat me echt niet makkelijk af. Ook ons niet. Ik bedoel, ik heb meer businessen dan alleen maar deze business. Alleen maar deze, zeg maar even, online marketing en business strategie. Ik heb meer businessen en die doen allemaal pijn. We hebben er allemaal last van. Het is nu de tijd om op te staan, creatief na te denken, te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe kan jij het anders doen? Welke stap heb jij op dit moment als eerste te zetten en wat ga je doen? En daarmee wil ik de dag afsluiten en ik wil je power geven voor vandaag om het te gaan doen. Stop met kutten, ga doen. En ga jezelf bij de kraag pakken en ga jezelf aan het werk zetten en zorg ervoor dat jij je verantwoordelijkheid neemt. Ik dank je voor het kijken, ook als je in de herhaling hebt gekeken. Zorg ervoor
dat jij aan de slag gaat. Neem je verantwoordelijkheid. En is er iemand die een freebie wil maken deze week? Zorg ervoor dat je hem vrijdag uiterlijk in mijn mailbox zet, zodat ik ernaar kan kijken. Francina@masteryourbusinessmoves.nl. Dan help ik je en dan geef ik me feedback op jouw freebie/weggever. Mooie dag.